Goeiedag, daar zijn we weer met een nieuwe video, een nieuwe rit. En deze keer gaan we vanaf Waddinxveen Doelwijk naar het industriegebied in Lekkerkerk. Om even wat op te gaan pikken daar. Het is zoals je ziet 9:55. Vandaag woensdag en een graadje of 8. Het is niet echt lekker warm of zo, maar het weer is ook weer niet verkeerd voor de tijd van het jaar. Het is eigenlijk wel lekker. Het is eigenlijk wel een mooie route, want je gaat veel binnen doorrijden. Eigenlijk alleen maar. Eerst naar Gouda West, om daar vandaan richting Stolwijk te gaan en dan zo via die hoek de Krimpende Waard in te rijden en dan naar Lekkerkerk. Zou de route ook anders kunnen rijden? Van de Vier Nieuwekerk aan de IJssel, Kapel aan de IJssel, de Alvera brug over, Krimp aan de IJssel en dan zo rechtdoor naar Lekkerkerk. Het maakt hier vandaan eigenlijk niet zo heel veel uit qua afstand en qua tijd hoe je dat doet. Tijd hebben we sowieso genoeg, want ik ben ontzettend vroeg. Dus ja, uit de bent of keert, blijf binnen doorrijden. We gaan vandaag eens lekker over Stolwijk.
gedeeld een beetje aan de donkere kant. Dus kijken of we het lichter kan krijgen. Even kijken. Ja, dat is iets lichter. Aan de rechterkant een hele nieuwe woonwijk uit de grond gestampt worden. Het is Westergouwen. En daar zijn ze al een jaar of, nou pak een beet, sinds 2000, ja, heb ik even goed rekenen hoor. Ja, daar zijn ze al 10 jaar mee bezig. Ik heb eerst de grond bouwrijp moeten maken. Bouwrijp, het is hier namelijk een heel hoog grondwaterniveau. Ze hebben speciale technieken gebruikt om daar een woonwijk op te kunnen bouwen. Als het ware drijft die eigenlijk een beetje, die woonwijk. Het heeft heel lang geduurd voordat ze een keertje hier gingen bouwen. Maar er staan inmiddels aardig wat huizen. En de volgende fases zijn inmiddels in werking getreden. Het ziet er wel erg mooi uit, moet ik zeggen. Het is wel een mooie wijk geworden. Een beetje de nieuwe bouwstijl. Dat je allerlei geveltjes door elkaar gebouwd worden. En dat vind ik wel grappig uitzien. Gevels, kantelengevels en fleshalsgevels. Je ziet eigenlijk een beetje door elkaar heen gebouwd, dat is wel leuk. En hier komen we bij de sluizen van Gouda. Die nog steeds in werking zijn. De Juliana sluizen. Ja, dat is sluis, moet ik zeggen, dat is één sluis. Ja, vroeger moest je hier naar links om in Gouda te raken of door Gouda heen te komen. Moest je eigenlijk bijna door het centrum, niet helemaal, maar vlak langs het centrum. Het was wel een hele drukke route. Ik kwam hier langs de Goudse kaarsenfabriek. Dan meurde het altijd verschrikkelijk naar paraffine. Waarschijnlijk nog. En daar hebben ze nu een hele randweg omheen gelegd. Daar gaan we nu overheen. Dat is de N207. Rechtdoor ga je richting Goudenrak, Oude Kerk. Zo zou ik ook kunnen rijden. Kan wel. Maar dat is niet zo'n hele handige route. Dan kan ik ook zo in de krimp en de waard terechtkomen. Maar dat is best wel een, hoe moet ik zeggen, wat smallere dijk. Om daarna met een 16,5 meter even je moedwillig overheen te gaan rijden. Als problemen opzoeken. En ik heb al de tijd, dus dan rijd ik liever een klein stukje om. Het zal qua kilometers misschien 6 kilometer meer zijn of zo. Misschien 7. Is die randweg? Ja, die ligt er inmiddels ook alweer een tijdje, maar het is wel handig, een stuk sneller. Het is
scheelt sowieso heel veel verkeerslichten en heel veel verkeersdrukte. Links kan je naar Gouda en dan zo de weg naar Haastrecht op, Oudewater, Montfoort, die kant uit, doen we niet. Gouda Goverwelle, dat is ook een ideale manier om daar te komen vanaf deze kant. En wij gaan dus zo gezegd naar rechts. Die verkeerde richting aangaf, even voorlaten. Ik gaf aan dat hij de rotonde afging, maar dat ging hij niet. Nou, hij zit er nu al in de krimpende waard eigenlijk, hè. Een beetje tegen. Nou, het schijnt niet echt heel hard die zon, maar hij prikt er wel een klein beetje doorheen. Ja, wel lekker eigenlijk. Gezaaid. Ik wil even driften voor een afrem, want anders vlieg ik wel de cabine heen. Ja, ze zijn wel eens irritant, hulbels, maar ze zijn wel effectief, want ze halen toch de snelheid eruit waar ze dat willen. Kennelijk wilden ze dat hier, nou, dat is goed gelukt. Als je er één keer hard overheen gaat, dan bedenk je de volgende keer wel. Je kan namelijk alles weer van de vloer af gaan rapen uit je auto.
rijden dan met een luxe auto, met een personenauto, 50 km per uur overheen kan. Dan kunnen we met een vrachtwagen 30, 35 overheen. Dat is toch wel een verschilletje. Nou, nader de Stolwijk. En als je hier naar rechts gaat, ga je, als je bij de rotonde aan rechts gaat, richting Berkenwoude. In de volksmond Perkouw genoemd. Volgens mij heet de voetbalvereniging daar nog steeds zo, Perkouw. Stolwijk is een gemeente met een dorpskarakter. Heel gezellig. Wel eens een feestje gehad hier. Een enorm transportbedrijf, Zijderlaan. Daar rijden we nu langs. Ik zou het zien, kan je op camera niet zien, maar het is allemaal in de as gelegd. Een beetje gesmolten alles. Moet er ook niet aan denken, zeg.
mooie molen die weer staat hier. Die zie je nu niet meer op beeld, maar die kon je net wel zien. Ja, het gaat relatief vlotjes. We zijn al bij de N210. Hier naar rechts afslaan om richting Lekkerkerk te rijden. Dat is natuurlijk heel logisch, maar als het drukker is op de weg, dan kan je reistijd zomaar met 10 tot 20 minuten toenemen op zo'n ritje. Afhankelijk van hoe lang je ergens staat te wachten. Maar ik moet zeggen dat deze week redelijk rustig op de weg is. En dat heeft wel een reden, want de vakantietijd is weer aangebroken. En het noorden van het land heeft al vakantie. We hebben nu voorjaarsvakantie. En ons gedeelte krijgt het volgende week. En waarschijnlijk zal het al een stuk rustiger op de weg zijn, omdat het noorden al vakantie heeft. Daarnaast zijn er ook nog eens een keertje veel mensen op wintersport die gewoon vakantie boeken. Als je natuurlijk niet aan kinderen gebonden bent, dan kun je vakantie wanneer je wil. En het is natuurlijk wel een wintersportperiode. Dus ook dat zal wel mee te maken hebben dat het wat rustiger is op de weg op het moment. Ja, ik vind het niet zo erg. Tenminste, dat je lekker door kan geloven vooral. Richting Berkenwoude. Ik kon net op die andere weg ook. Dus we zijn er zeg maar omheen gereden. Het heeft ook geen zin om daar doorheen te rijden.
Zandvoort, bijna bij de afslag Lekkerkerk. Rechts heb je het Loetbos. Lekker wandelen. Tegen de boom aan liggen, zoals het plaatje eigenlijk aangeeft. Met mensen die Loetbos ingaan of uitkomen, of een stukje zijn wezen fietsen, of weet ik het. Die zit daar mooi. Lekkerkerk is vroeger niet zo goed in het nieuws gekomen vanwege vervuilde grond. Gifgrond, er is gif in de grond gevonden. Giflozingen zijn hier geweest, weet ik het. Precies zo weet ik niet. Maar volgens mij waren toen hele woonwijken afgegraven om gif weer uit de grond te krijgen. Zo meteen links over het bedrijventerrein op. Ik moet zeggen richting het bedrijventerrein, want daar zijn we nog niet. Ijsclub zitten van Lekkerkerk en die hebben daar een graslandje. Die is nu, zijn ze nu aan het maaien, zo te zien. Ja, ze zijn er wel mee bezig. Dan laten ze, als het dreigt te vriezen, laten ze het onderlopen met een laagje water. En als je dan een klein beetje vorst hebt, dan kunnen ze al vrij snel schaatsen. Dus dat is wel goed over nagedacht. We hebben wel meer gemeentes. Dat is wel handig eigenlijk. En hier komen we het bedrijventerrein op van Lekkerkerk. We gaan de end aan breien. Ik bedank je voor het kijken. Graag tot een volgende video. Maak er een fijne dag van. Toedeladokie!